Hallo en welkom bij Pulse Model Train Stuff. Ik heb een hele video opgenomen over hoe je een TCV van Lima kunt voorzien van verlichting op de voorkant. Die was volledig out of focus, dus ik moet hem opnieuw doen. Voordeel is wel dat ik een beetje weet wat er gaat gebeuren en dat ik in ieder geval kan zien wat het eindresultaat is. Wat ik heb gedaan is ik heb kleine ledjes gepakt met een kopje erop. Die heb ik er vervolgens afgeknipt om een ruw oppervlak te krijgen. Die heb ik op tape gelegd, een beetje lijm erop en een stuk, is dit te zien? Kijken, hier zo, zo'n stuk nep glasvezelkabel erop gelegd en dat dan aan elkaar gelijnd. Ik ga er daar ook nog een maken, want ik heb er nu nog maar 1 en een half kapotte. Het resultaat is dat je 4 pinnetjes op een rij hebt. Hier zit nog wat extra tape omheen. Waarbij, eens kijken wat die wil doen. Ja, ik heb het een beetje. Dit is, Ja. Zo, dit is dus de lamp voor de witte voorlamp. Dit is de rode. En hier is de andere rode. Kom. Ja, en ik heb hier nog een witte. Zo. Er zitten nu nog niet de goede weerstandjes aan. Maar dit is het principe. De weerstanden moet ik echt nog uit gaan zoeken. Maar dat werkt beter in deze kap. Als je zo'n kap hebt en zit hier binnenin, zie je hier de 4 puntjes. Daar zitten normaal kleine kapjes op. Rode kapjes en witte kapjes. Dus als je die eraf haalt, passen daar precies deze lichtgeleiders in. Dus nu ga ik kijken of ik ze er ook in krijg. Op deze manier nu alles vast zit. Kijk, los is het eenvoudig om te doen. Maar nu dat alles vast zit. Nu dat alles vast zit, is het een heel gepriel. Dat is één kant. En dat is de. Oh, dat was de andere kant. Zo. Even kijken. Deze gaat hierin. Het is een heleboel gepriel om dit voor elkaar te krijgen. Kan ik het misschien. Eigenlijk zou ik gewoon de kabels langer moeten maken voor deze test. Niets. Ik zet er even een stuk. Een lang stuk kabel tussen, dat maakt het demonstreren een stuk eenvoudiger. We zijn buiten mannen bezig met het snoeien van de heg. Dat is misschien ook nog er doorheen te horen. Kom. Afgelopen weken heb ik het best druk gehad met praatjes gaan en werk in het algemeen. Nou, dan nog de paar mislukte uitzendingen erbij. En je hebt zo'n vertraging van een paar weken, want ik had niet genoeg backup materiaal om nog live te zetten. Dus. Zo.
Dus is het even stil geweest. Ik ben in de tussentijd wel heel veel bezig geweest met dit project om dit voor elkaar te krijgen. Om een beetje een kijken hoe dat nou werkt, hoe ik dit ga doen. Het is een heel uitzoekwerk geweest. Ik heb hier natuurlijk al eerder naar gekeken. Nou. Zo. Het zou toch moeten werken nu? Ja. Kijk, dat is de ene rode verlichting, de andere rode verlichting en de witte. En de witte hier, kijk aan. Het zijn mooie, ja, voor mij beter te zien dan op beeld zie ik al, maar het zijn redelijk mooie puntjes die zich vormen. Kom op. Doordat die glas of die plastic lichtgeleider vrij ver naar voren zit, krijg je echt alsof het idee alsof er een lamp zit. Nou. Dat is bijna niet te zien hierop. Maar ik heb er dus één. Die moet nog voorzien worden van de juiste weerstanden, bedrading, voordat ik hem vast kan zetten. En ik had er een tweede, maar daarvan was één lichtgeleider tekort. De rest is ook niet super lang. Ik heb ze toch liever wat langer, denk ik. Maar dit werkt op zich wel. Dus ik haal er even eentje vanaf. Deze moet er vanaf. Beetje rommelig soldeerwerk dit. Zo. Alles is er nu vanaf, behalve de ene die ik graag wilde hebben. Uiteindelijk heb ik dus een aantal ledjes zo. Dit zijn de korte pootjes en de rode. Met de langere zijn de witte. En ik kan deze nu lekker gewoon kapot knippen. Zo. Ik ben nu wel heel benieuwd hoe stevig dat is. Nou, helemaal niet stevig. Kijk. Ook even bijgeknipt. Dit is mijn eerste versie, daar was hij nog niet zo heel lang. In eerste instantie had ik dus dit met duct tape. En het effect daarvan is dat. Kijken. Die moet ik even hier. Dan moet die hier ook nog in. Zo. Dat is jammer, krijg je zo niet aan de gang. Dit is een duct tape met erop een grote led, daarin twee lichtgeleiders en ook weer een druppel lijm. In de hoop dat ik op die manier een redelijk lichtdicht geheel kon maken. Ik zit alleen even te zoeken waarom ik hem nu aankrijg. Ja, maar er komt dus heel veel licht doorheen aan alle kanten. Dus je hele cabine wordt rood. Nou, ik kan dit ook namaken met de tape die wat lichtdichter is. Maar dan nog is dat een vrij groot, lomp en fragiel geheel. Dus ik ben op zoek gegaan naar iets anders. Aangezien ledjes bij de Alibaba niet zo heel veel kosten, heb ik gewoon 100 witte. Zoals deze en 100 rode besteld. Verder heb ik dus zwarte isolatietape. Dit. Ik leg de led er zo mooi op. Dan pak ik even een stukje lichtgeleider. Ook daar heb ik genoeg van, dus dat pak ik nu dit keer een beetje ruim. Leg het er zo op. Waar ik het minste van heb op dit moment is mijn lijm.
Wat, hop, zo. Nou, het is wel te merken dat het warm is. Het komt eruit gevlogen. Een druppeltje harde plastic lijm erop. Ach, waarschijnlijk zou houtlijm ook wel werken, want het is niet dat het echt goed vast komt te zitten. En dit, gewoon voor een beetje extra stevigheid. Dit laat ik gewoon lekker drogen. Zo. Dan, verder heb ik dus gezien dat als je die witte leds pakt, die hebben vrij lange pootjes. De breedte van de motorwagen is ongeveer precies zo'n pootje. Dus als je die twee witte naast elkaar legt met de pluspol gebogen en je duwt ze zo tegen elkaar, dan heb je de breedte van de wagen en dan heb je eigenlijk een goed frame. Daarna hoef je de rest alleen nog maar daarvan vast te maken met een beetje tape. En dan krijg je het resultaat wat er nu in die andere wagen zit. Het lastigste zal dadelijk zijn om de weerstanden uit te gaan vogelen, maar als dat eenmaal gedaan is. Het handige is dus dat je het er makkelijk in en uit kunt halen. Wat ik wel ga doen is de... ik ga niet individueel links-rechts front sluitsein aansturen. Dat vind ik een beetje te overdreven. Daar heb ik ook de decoders niet voor. Wat ik wel ga doen is de polen van de witte en de rode leds even aan elkaar maken. Zodat ik er makkelijker een weerstand tussen kan zetten. Terwijl dat die andere top ligt te drogen. Dadelijk, als dit allemaal klaar is, dan is de grootste taak die er nog te doen staat het inbouwen van de motoren. Want dit treinstel, dit hele Lima-stel heeft twee motorwagens, zodat die ook de volledige set van, ik denk nog drie tussenwagens mee kan nemen. Dat is best wat zwaar trekwerk voor één Lima-motor, die toch al niet bekend staan om zijn fantastische rij-eigenschappen. De buitenste gaan straks ook aan de witte draad van de decoder. Ik ga ook twee decoders inbouwen in de motorwagen. Of ik bedoel dus eigenlijk één decoder per motorwagen, twee decoders in totaal. Zodat ik niet gekke dingen hoef te doen met draden door de hele trein heen te trekken. Het bespaart je een decoder, maar ik weet niet eens of de decoders die ik heb wel het aankunnen om twee motoren aan te sturen. Goed kans dat ze nog doorbranden. Ik zoek. Ik heb hier half opgeruimd. Ik ben van alles kwijt. Even wat koffie. Ja, dat helpt om dingen te vinden, denk ik. Dus 2. Omdat de wagen dadelijk toch geen ramen heeft. Ja, er zit één raam in natuurlijk aan de voorkant waar ik eigenlijk nog een soort van cabine wil gaan maken. Of dat gaat lukken, dat weet ik ook nog niet. Dat moet nog allemaal gaan blijken. Maar daar hoef ik dus ook niet zo heel erg nauw te kijken naar dat er geen draden zichtbaar zijn. Dus ik kan hier gewoon een draad opzetten en daar een eind verderop dadelijk een weerstand aan gaan doen. Het is weer niet het mooiste soldeerwerk, maar daar sta ik toch al niet onbekend. Ik heb dit keer wel mijn laptop aangesloten, zodat ik kan zien wat jullie zien. Dat helpt wel in het opnieuw moeten maken van die filmpjes. Ja, daar kan straks weerstand decoder klaar. Oh, kabeltjes. Dan heb ik een gele nodig.
gele, maar ik pak deze. Zo. Ah, nu zijn ze voor de deur beland met het snoeiwerk. Een mooi parkje voor de deur. Dat is leuk. Heb je zelf weinig onderhoud aan, maar aan de andere kant kun je dus ook niet plannen wanneer dat het onderhouden wordt. En met deze mooie lente is het allemaal flink hard uitgeschoten. Dus het was wel aan onderhoud toe. Ik had gehoopt dat ze dat vorige week vrijdag hadden gedaan. Omdat ik mijn dingen opgenomen had op donderdag. Speciaal omdat ik verwachtte dat ze zouden komen. Maar helaas, ze zijn er vandaag. En gisteren was ik niet in de mogelijkheid om te filmen. Dit zou ik ook allemaal veel makkelijker kunnen doen. Dat doe ik zo moeilijk. Morgen is weer de beurs in Houten. Ik denk dat het te goed weer is om daar naartoe te gaan. Ik denk ook niet dat er veel te zien is. Dus even kijken of ik daar wel naartoe ga. Ik ben nog wel op zoek naar het een en ander. Zoals altijd. Ik moet wel zeggen dat sinds de vorige beurs van eind mei, als ik me niet vergis, ik niet zo heel veel gedaan heb. Dus dat ik eigenlijk ook wel aan de andere kant weer genoeg projecten heb liggen. Wachten op lijm die droogt is zoals kijken hoe gras groeit. Het schiet echt niet op. Nou. Ik geef het een zesje. Van de kabel. Dit zijn allemaal van die kabels van de decoders van de Lace DCC. Dat zijn hele dunne kabels. Of dat nou echt fijn is, dat weet ik niet. Voor die lampjes zal het niet veel uitmaken, denk ik. Hoop ik. Ik weet nog niet welke decoder ik hierin ga zetten. Waarschijnlijk van die Lace decoders, die heb ik toch genoeg. Soldeerpunt is een vervanging toe en ik had dus een kapotte leesdecoder. Ik heb een mailconversatie gehad met de leverancier en die heeft gezegd dat ik bij de volgende bestelling er eentje extra krijg. Dus dat is mooi. Dan is alleen nog de vraag of ik een extra bestelling doe. Maar voor dit knutselwerk zijn ze prima. Oh, het solderen schiet echt niet op vandaag. Mijn soldeerpunt is ook een beetje kapot aan het gaan. Dus daar moet ik ook nog wat mee doen. Ik heb op zich genoeg soldeerpunten liggen. Maar het is er gewoon nog niet van gekomen. Oké. Deze heeft de noodzakelijke bekabeling erop zitten. Dat is wel echt een vieze oude koperdraad. Volgens mij zit nog uit een oude Fleischmann deze draad.
hierin. Doe die maar daarop. Zo. Zo. Nu. Frontverlichting is ook ongeveer even helder. Dat is mooi. En jij weer terug. Hier, ja. En de sluitverlichting. Niet zo heel goed te zien met deze belichting die ik nu heb. Is ook prima. De weerstand die ik gebruikt heb is blauw, grijs, bruin. Joost mag weten wat dat ook weer is, want ik heb mijn briefje hier niet zo liggen. Ik heb hier meerdere, ik ga daar nog mee spelen welke ik precies wil gaan gebruiken. Nou, deze druppel, lijm, is ver genoeg opgedroogd, vind ik. Zo, vouw de bedoeling dicht. Knip er een beetje van de randjes vanaf. Hoppa. Dat is stap 1. Nu komt er al bijna geen licht meer doorheen. Kan ik dat, als ik hem hierin zou steken, zo. Ik weet niet of de polariteit nu goed is. Maar, hop, hop. Komt er bijna geen licht doorheen. Je ziet hier nog wel een klein puntje van waar dat die, waar dat er wat licht doorheen komt. Maar het zal een duidelijk mooie lichtsnoer. Zo, om hem helemaal lichtdicht te maken. Gebruik ik een stukje krimpkous. Dat geeft hem ook net wat meer stevigheid. Zo, het venijn van die krimpkous is alleen dat hij ongeveer op dezelfde manier, op dezelfde temperatuur begint te krimpen als dat de plastic lichtenleider begint te verbuigen. Dus het is een beetje voorzichtig de boel opwarmen. En niet te dicht bij de lichtgeleider komen. Regelmatig draaien. Ik had al hele mooie beelden van kromtrekkende lichtgeleiders. Dat was prachtig om te zien. Die heb ik ook allemaal opnieuw moeten maken. Ga ik niet nog een keer doen, want het is best wel een gedoe. Ik hoop dat het nu goed gaat. Even er iets. De temperatuur iets hoger. Dit is niet de meest fantastische solderwerk. Ik weet zelfs niet eens waar het heetste is. Alleen ik merkte laatst dat de doek. Ik hield meteen een doek aan en die verbrandde toen die tegen dit deel aankwam. Dus mijn gok is dat dat deel heter is dan de punt. Wat eigenlijk ook logisch is aangezien daar het verwarmingselement zit. Dit wordt wel een lange aflevering, zie ik. Ik ben al 25 minuten aan het oude horen. En aangezien ik niet knip en edit omdat ik live ben, krijgen jullie dit ook allemaal te horen en te zien. Flink te krimpen. Oh, daar ging de lichtgeleider. Trok langzaam een klein beetje krom. Niets heel ernstigs. Kabel
kabeltjes. Daar zit het nu niet goed. Ergens zit een los contactje of hij is nou juist net kapot gegaan. Meestal zijn het losse contactjes. Er staat een minimale hoeveelheid stroom op. Hoewel, minimaal, nee. 2 volt is prima. Je ziet dat het niet net kapot gegaan, hè. 8 volt, dat lijkt me niet heel gezond. Ik ga even uitzoeken wat hier is en ik hoop zo dadelijk het eindresultaat te kunnen laten zien. Dan zet ik hem ook weer in elkaar. Dan wordt hij iets minder lang. Zo, inmiddels heb ik de tweede ook in elkaar zitten. Ik heb overal kabels aan zitten. Het is nu nog een kwestie van de juiste weerstanden gaan zoeken, zodat de lichten ongeveer even fel zijn. Kijken wat ik er nu aan heb hangen. En dan vastzetten. En ik zou ze zelfs, omdat overal nu kabels aan vastzitten, ook nu al kunnen vastzetten in de locomotief. Maar ik heb er geen haast mee. Het resultaat is dus 2 van deze sets. Ze zien er wat clumsy uit, maar ze passen op zich precies. Ze zijn nog wat bij te buigen. En dan heb ik deel voor mijn verlichting klaar in mijn Lima locomotieven. Die zullen later nog langskomen als ik ook de motor aangesluit en de rest van de decoder erin ga verwerken. Dat zal een volgende aflevering worden. Bedankt voor het kijken. Het is al langer geworden. Ik hoop dat iedereen het leuk vindt. Zo niet, laat het ook vooral weten in de comments. Daar kan ik wellicht weer wat mee. En tot de volgende keer.